Doet hij het? Even kijken. Ja. Goed. Goedemiddag allemaal. Welkom hier in Tilburg. Ik voel ineens de enorme neiging om ook te gaan rappen. Maar ik kan dat niet, dus ik zal het maar gewoon niet doen. Ik ga jullie wat vertellen over wat ik doe gedurende de dag. Ik ben Marcel Zeelenberg. Ik werk hier in Tilburg alweer 13 jaar en ik ben economisch psycholoog. En ik weet niet of jullie weten wat een economisch psycholoog is, maar een economisch psycholoog is niet dit. Dit is wel een professor en die kan je wat vertellen. Maar wat doet een economisch psycholoog? Een economisch psycholoog is een psycholoog, zoals ik, die zich bezighoudt met de economie. Nou, de economie heeft te maken met geld. Dat weten jullie als het goed is allemaal. Maar weet u ook wat een psycholoog is? Ja, wie ik hoor ja. Wat is een psycholoog? Je weet het niet. Wie riep er ja? Een psycholoog is eigenlijk mensen die helpen, dat die mensen helpt. Precies. Een psycholoog is iemand die mensen helpt met problemen. Dat is ook een psycholoog. Maar een psycholoog is ook iemand die probeert te onderzoeken en te bestuderen hoe mensen nadenken. En hoe mensen emoties voelen en hoe mensen keuzes maken. Nou is een economisch psycholoog iemand die zich interesseert of bezighoudt met hoe mensen keuzes maken die te maken hebben met geld en met spullen en met bijvoorbeeld hoe kan je de situatie zo veranderen dat mensen zich gezonder gaan gedragen, dat als ze gaan sporten dat ze dan ook gewoon met de trap gaan in plaats van met de roltrap. En een economisch psycholoog is iemand die iets weet over spulletjes, over merken, over dingen. Kennen jullie deze merken? Ja. Allemaal hele dure merken. Deze merken zijn bijzonder, want wij hebben allemaal spullen. En wij kopen allemaal spullen. En sommige van die spullen zijn eigenlijk heel erg duur, terwijl die eigenlijk helemaal niet nodig hebben. En toch kopen we... sommige mensen kopen bijvoorbeeld een auto van het merk Jaguar. Dat is hartstikke leuk. Maar waarom zou je dat doen als een Toyota net zo goed is? Sommige mensen kopen een bril van of kleren van Prada. Waarom zou je dat doen als andere kleren net zo goed zijn? Als je bij de Zeeman of bij de Vibra of bij de Hema kleren kan kopen die misschien nog wel beter meegaan en maar 1/10 van de prijs zijn. Daar zijn economisch psychologen in geïnteresseerd. Die zijn geïnteresseerd in merken. Jullie kennen vast wel deze merken. Wat is dit? Nike. Wat is dit? Apple. Wat is dit? Heineken. Dat mogen jullie nog niet drinken, maar misschien kennen jullie deze ook? Apple. Mag je ook nog niet drinken? Pepsi. Nou, dat mogen jullie misschien wel drinken. Heineken. Dit zijn merken. Dit zijn merken die jullie kennen, terwijl de naam er nog ineens bij staan. Wij noemen dat sterke merken. En die merken zijn sterk omdat jullie alleen maar een symbool hoeven te zien en al weten wat het is. En die merken zijn zelfs zo sterk dat sommige mensen, je zal het niet geloven, maar die tatoeëren dat merk op hun lichaam. En je ziet hier iemand heeft een Apple op haar rug. De swoosh van Nike op zijn of haar pols. Harley Davidson op de schouder. Het is natuurlijk bijzonder, hè? Het is natuurlijk bijzonder dat mensen iets op hun lichaam tatoeëren wat een merk is. En de vraag is dan voor ons, waarom doen mensen dat? Nou, die doen dat omdat op een of andere manier die merken meer betekenen dan alleen maar het product. Zo'n merk vertelt ook iets over wie jij bent. Sommige mensen hebben, en het kan zo sterk zijn dat sommige mensen het ene merk heel leuk vinden en daarna het andere merk helemaal niet leuk vinden. Sommige mensen hebben een Apple, een iPhone van Apple, en anderen hebben een BlackBerry. En dat zijn mensen die een Apple hebben, een iPhone, willen geen BlackBerry hebben. En vaak omgekeerd. En dat is interessant, want die merken die we hebben, die spullen die we hebben, die zeggen iets over wie we zijn. Dit zijn bijvoorbeeld stoere merken die gedragen worden door jongens of meisjes die skaten. Dit zijn andere merken die misschien gedragen worden door mensen die veel geld hebben. En dit zijn merken die gedragen worden door mensen die misschien wat minder geld hebben.
En het aardige is, dames en heren, jongens en meisjes, het aardige is dat die merken iets zeggen over wie jij bent. Want als jij een onderbroek hebt van Björn Borg of je hebt een onderbroek van Zeeman, dan zegt dat iets over wie jij bent. Als jij een onderbroek draagt van Zeeman, die we net zagen, zo'n gele met zo'n blauwe rand, dan vind je dat leuk om die te dragen omdat dat iets zegt over wie jij bent. Dat jij geen Björn Borg onderbroek nodig hebt om stoer te zijn, maar dat je dat misschien ook al met een broek van Zeeman. Spullen zeggen iets over wie wij zijn. En wie wij zijn, dat noemen we onze identiteit. En wie je bent, dat zie je als je in de spiegel kijkt, dan zie je wie je bent. Maar je bent natuurlijk meer dan alleen maar wat je ziet in de spiegel. Laten we die even zitten. Je bent complex en ingewikkeld, want je kan jezelf in de spiegel kijken. Die meneer hier met het brilletje en dat mooie grijze shirtje aan. Ik denk, ik praat even tegen u, want dan luistert u misschien ook naar mij. Wie je bent is complex. Wie je bent is wie jij denkt dat je bent. Maar wie jij bent is ook wie andere mensen om je heen denken dat je bent. En wie je bent is ook wat jij wil laten zien aan andere mensen. Hè, en wat wij willen laten zien aan andere mensen is soms een ander beeld dan die wij zelf zijn. Soms willen we onszelf iets stoerder voordoen dan dat we zijn. Soms willen we onszelf wat slimmer voordoen dan dat we zijn. Of soms willen we onszelf wat, misschien wat dommer voordoen dan dat we zijn. Jullie zijn allemaal, denk ik, zo'n beetje de pientere kindjes uit de klas. Wat? Jullie zijn, als het goed is, de wat slimmere kindjes uit de klas. Want jullie komen hier omdat jullie nog wat extra willen leren. En soms merk je misschien in de klas dat als je altijd alles weet, dat andere kinderen in de klas dat wel eens vervelend vinden. En dat je dan soms misschien niet het antwoord geeft op de vraag als je wat weet. Nou, wie jij bent is complex en je kan bepaalde dingen van jezelf laten zien. Ik heb zelf 4 kinderen. 2 jongens van 13 en 11 en 2 meisjes van 7 en 4. En die zitten op de Blaak. Kennen jullie, wie zit hier? Misschien kinderen van de Blaak? Nou, op de Blaak. Mijn zoontje zit in groep 8 nu en die heeft pas geleden een collage moeten maken over wie die is. Dus als jullie in groep 8 komen, dan zullen we dat ook doen. En in die collage beschrijf jij wie je bent en toon jij wie je bent. En dat kan je ook doen met de spullen die je hebt. En met de spullen die je hebt kun je laten zien wie je bent. De studenten hier op de universiteit zien er bijvoorbeeld zo uit. Jullie zien er ook allemaal op een bepaalde manier uit. En dat is mooi, want daarmee kan je uniek zijn. Kun je bijzonder zijn. Is het een bijzondere jongen dit? Hij is niet zo bijzonder. Want er zijn er heel veel die er zo uitzien. Maar het aardige is van dat met de spullen die je hebt kan je proberen uniek te zijn, maar je kan ook proberen onderdeel te zijn van een grotere groep. En dat zie je ook bij kinderen. Sommigen dragen zich als skaters. Die rappers die we net zagen, die hadden van die broeken aan dat je die onderbroeken ziet. Die heeft mijn oudste zoon ook. Dat is lastig, want hij moet de hele tijd zijn broek ophijsen. Maar op een of andere manier zegt het toch iets over wie hij is. Hij skate ook altijd bij de Hall of Fame. En zijn kleren vertellen hem wie je bent. Als je hem voor het eerst ziet, denk je, hey, dat is een skater. We kunnen aan anderen laten zien wie we zijn via de spullen. Ik hoor hier mensen boe roepen en juichen. Maar je moet even iets verder denken als je dit ziet aan wat dit is. Want dit is een tatoeage van de Griekse god Ajax, die hoort bij de voetbalclub Ajax. Maar deze is heel bijzonder, want dit is een tatoeage op de rug van die meneer. En die kan hij zelf nooit zien. En dat is natuurlijk raar, want die laat een tatoeage zetten, dat doet heel veel pijn. Dat kost heel veel geld. En hij kan hem zelf nooit zien. Als hij hem wil zien, moet hij in de spiegel kijken. En dan ziet hij hem in spiegelbeeld. Dus dit doet hij eigenlijk alleen maar om andere mensen te laten zien wie hij is. En dat doen we ook vaak met onze spullen. Met onze spullen willen we graag aan andere mensen laten zien wie we zijn. Met een tatoeage op je rug. Er staat hier ook express yourself. Laat zien wie je bent. Dat doen we vaak met onze spullen. Dat doen jullie ouders misschien ook. Op sommige auto's zie je achterop een visje staan. En dat betekent dat je gelooft dat God bestaat en dat God de wereld heeft geschapen. En sommige mensen geloven dat en vinden dat ook belangrijk om dat aan andere mensen te vertellen. Om andere mensen te laten zien wat zij geloven en misschien anderen te overtuigen. En daar komen ook reacties op. Sommige mensen hebben dan zoiets op de auto staan. Dat is een visje met pootjes. En dat laat je zien als je laat zien van ja, mensen, sommige mensen denken dat God bestaat. En andere mensen denken dat de evolutietheorie verklaart waar alles vandaan komt.
We hebben spullen om anderen te laten zien wie we zijn. We hebben niet alleen spullen om voor onszelf, we hebben niet alleen spullen omdat ze fijn zijn, we hebben ook spullen om andere mensen dingen te vertellen. En dat is interessant. Wat proberen wij nou hier op de universiteit? Wij proberen altijd uit te vinden waarom iets is. En hoe komt het nou dat spullen iets zeggen over wie wij zijn? Nou, als we daarover gaan nadenken, dan is het handig om terug te gaan naar de oertijd. Toen mensen er zo uitzagen ongeveer. En in die oertijd zag je dat er mannen waren die hadden kettingen met tanden van dieren die ze geslacht hadden om hun nek. Die ze gejaagd hadden en die ze doodgemaakt hadden. En dan kun je je afvragen, dat zeg maar de eerste voorbeelden van spullen die gebruikt worden om iets te laten zien. Want je hebt niks aan zo'n ketting. Behalve dat je door middel van die ketting kan laten zien wat een enorm goede jager je bent. Want als jij alle beesten die jij slacht aan de tanden van aan je ketting hangt, dan kan je dus aan andere mensen laten zien dat jij een goede jager bent. En dat is goed, want als stoere, jagende man kan je daarmee de vrouwen imponeren. En kan je dus makkelijker een vrouw vinden en makkelijker nageslacht krijgen. En dat was belangrijk in die tijd. En daarmee kon je dus laten zien dat je wat kon, hoe goed je was met je spullen. Nou, dat was vroeger. Er is veel gebeurd sindsdien. De wereld is veranderd. Maar tegenwoordig vind je nog steeds dit soort dingen. Dit is het Watusi-rund uit Oeganda. En er zijn stammen in Oeganda die weinig te eten hebben, die weinig te drinken hebben. En die er toch deze runderen op nahouden. En het bijzondere is, die eten ze niet op. Die runderen hebben ze alleen maar om aan anderen te laten zien, kijk eens hoe rijk ik ben, kijk eens wat een rijkdom ik heb, dat ik zelfs nog deze runderen kan voeden en kan onderhouden. En daarmee kunnen ze aan anderen laten zien dat ze bijzondere, belangrijke mensen zijn. En dat kan je zeggen, dat is dom, want als je in een land woont waar je weinig eten en weinig drinken hebt, dan moet je natuurlijk niet je eten stoppen en je drinken stoppen in een rund dat je daarna niet opeet. Maar dat doen mensen. Nou, dan kan je denken van ja, dat was vroeger en dat is misschien in Afrika nu, maar dat gebeurt nog steeds. Deze auto kan je niet zomaar kopen. Die is heel erg duur. Die is duurder dan een gewone Mercedes, want die is beplakt met diamantjes. Maar toch zijn er mensen die dit soort dingen kopen. Die dit soort dingen kopen, die dat soort kleding dragen, die sieraden dragen, die dure kleding hebben, omdat ze op een of andere manier willen laten zien aan anderen dat ze rijk zijn, dat ze rijkdom hebben, dat ze status verkrijgen. Ze willen op een of andere manier status verkrijgen. En een belangrijke vraag is dan, helpt dat? Heeft het zin om dat te doen? Nou, ik zeg hier nee, hoor ik, en dat heeft geen zin. Ik kan denken, het is zonde van je geld. Maar er is ook onderzoek door psychologen gedaan, waarin ze foto's laten zien van mannen. En die mannen kleden ze aan of in een net pak met een stropdas en een leren tasje. Of diezelfde man trekken een McDonald's kostuum aan, waardoor het net lijkt of ze bij McDonald's werken. En dan blijkt, als ze dat aan vrouwen laten zien, dat die vrouwen die mannen in die pakken veel aantrekkelijker vinden dan die mannen in die McDonald's kostuums. Wat laat zien dat die status laten zien dat je rijk bent, dat je veel geld hebt en dat je veel aanzien hebt, dus heel erg belangrijk is weer bij het verkrijgen van partners, van vrouwen in dit geval, om nageslacht mee te krijgen. Dus dat idee dat status, het laten zien hoe rijk je bent, nog steeds erg belangrijk is. Lacoste, precies. Dat is een duur merk. En daarmee kun je ook laten zien dat je status hebt als je dat draagt. En Rob Nelissen, een collega bij ons in de groep, die was geïnteresseerd in als je nou mensen in een gewoon t-shirt laat zien of in een Lacoste t-shirt, worden ze dan anders behandeld? En hij liet mensen collecteren langs de deur in een Lacoste shirt of in een gewoon t-shirt. En dan bleek dat als mensen een Lacoste shirt aan hadden, dat ze meer geld kregen van de mensen dan als ze in een gewoon t-shirt gingen collecteren. Hij liet mensen onderhandelen in een spelletje om geld te verdelen. En het blijkt als je een Lacoste t-shirt aan hebt, dat je meer geld krijgt van de andere mensen dan als je een goedkoop t-shirt aan hebt. Dus de vraag, helpt het? Zou je kunnen zeggen, ja, je ziet hier dat ook dure dingen aan hebben op een of andere manier ertoe leidt dat andere mensen jou meer status geven, jou meer aanzien geven en jou dus ook meer geld geven in dat soort situaties. Ik weet niet of dat betekent dat je dan dit ook nog moet laten tatoeëren op je borst.
Maar wie weet, status helpt. Status is van invloed op hoe je door anderen behandeld wordt. En dan kan je je afvragen. Zeg je, nou, daar gaat mijn moeder? Oh, zo zijn vrouwen. Nou, dat weet ik niet. Niet alle vrouwen, dat weet ik wel. Ik hou zelf enorm van shoppen. Ik hou zelf enorm van kopen. En als mij... het ligt eraan wat, ik koop niet alles. Ik ben natuurlijk wel erg kieskeurig. Maar ik hou erg van kopen. Ik hou ook van kopen omdat als ik me rot voel, om me dan wat beter te voelen. En de vraag die je dan kan stellen, als je ziet dat dure spullen ertoe leiden dat anderen jou beter behandelen, moet je dan allemaal maar heel veel gaan kopen? Moeten we nou allemaal heel veel spullen gaan kopen? Sommige mensen denken dat, sommigen doen dat, sommigen kopen spullen om blij te worden. En je kan je afvragen, hè, is dat nou zo nuttig dat kopen? En wil iedereen dat? Wil iedereen heel veel kopen? Nou, dat is niet zo. Sommige mensen houden meer van kopen dan anderen. Mensen houden vooral van veel spullen kopen en veel dure spullen kopen als ze een bepaalde mate van onzekerheid of incompleetheid hebben. Je kan dan door middel van spullen aan anderen laten zien wie je bent. Nou, ik doe dat ook. Bijvoorbeeld op dit moment. Deze kleren die ik nou aan heb, die draag ik thuis normaal niet. He, dit petje en de toga en zo, dat zijn ook spullen die ik heb. Die zijn trouwens heel erg duur. Heb ik moeten kopen toen ik deze baan kreeg. Die heb ik gekocht omdat dat op een of andere manier iets laat zien aan jullie. Dat laat zien dat ik een professor ben. En die rappers die hier net stonden, die hadden van die broeken aan en die petjes op die rappers aan hebben. En wij doen dat om op een of andere manier compleet te maken wat wij zijn. Om compleet te maken, om te kunnen uitdragen wat wij zijn. Als wij naar een dokter gaan in het ziekenhuis, vinden we het fijn als hij een witte jas aan heeft. Soms zie je dus ook mensen die niet zo zeker zijn over zichzelf, die een beetje onzeker zijn en die dan door middel van spullen, dure merkspullen, zichzelf proberen een imago te geven. Nou, dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld van mensen die van spullen houden, dat zijn mensen die noemen wij materialisten. Die houden van spullen, die vinden spullen belangrijk. Nou weet ik niet of jullie materialist zijn, maar je moet maar even kijken naar deze vragen op het scherm, want dit is een vragenlijstje dat wij gebruiken om te kijken of jij van spullen houdt. Als je mensen vraagt, ik bewaar dingen die ik eigenlijk weg zou moeten gooien, en je denkt van ja, zo ben ik eigenlijk wel. Of ik vind het niet leuk om dingen uit te lenen, zelfs niet aan goede vrienden. Ik vind het niet leuk als er mensen in mijn huis zijn als ik er niet ben. Of het irriteert me als ik mensen zie die alles kopen wat ze willen. Dat zijn allemaal, als je bij die dingen denkt van ja, zo ben ik, dan ben jij een materialist, dan hou je van spullen. Nou, zou niemand van jullie daar heel erg mee eens zijn, maar ik kan me herinneren toen mijn jongste zoontje 3 werd, dat er allemaal vriendjes en vriendinnetjes in huis waren en hij kreeg op zijn verjaardag allemaal cadeautjes. En aan het eind van de verjaardag rende hij huilend door het huis met al zijn cadeaus in zijn armen en al die vriendjes erachteraan, want die wilden graag zijn cadeautjes hebben, maar hij wilde niet met ze delen. Dat is ook een teken van materialisme, dat je niet wil delen met anderen. Nou, wie koopt er nou spullen? Mensen die onzeker zijn, de mensen die materialistisch zijn. En dan kan je ook weer afvragen, helpt dat dan, spullen kopen? Maakt je dat gelukkig? Ja, dit is even, dit zijn een man en een vrouw die liggen in bed. Die zien allemaal spullen om zich heen. En je ziet dan, something is missing. De vrouw zegt tegen de man, toch mis ik iets. Hè, dus dit zijn ook nog meer spullen. Dit zijn materialistische mensen die willen heel veel spullen hebben. En nou is er in de psychologie heel veel onderzoek gedaan naar die spullen. Maken die spullen je nou gelukkig? Want als er mensen zijn die heel veel spullen willen hebben, worden ze dan ook gelukkig van. En een van de vragen die gesteld worden is, stel je nou voor, je hebt 100 euro over. Moet je daar dan iets leuks van kopen of iets leuks van gaan doen? Wie denkt dat, daar moet je wat leuks van kopen? Wie denkt dat, daar moet je wat leuks mee gaan doen? In dit onderzoek vonden ze dat je het meest blij wordt als je wat leuks gaat doen. En niet als je wat koopt. En het idee is dan, je kan spullen kopen, maar voor je het weet, ben je gewend aan al die spullen en dan wil je weer wat anders. En als je iets gaat doen, dan hou je altijd die herinnering van dat leuke ding wat je gedaan hebt, maar daar wen je niet zo makkelijk aan. Dat is een van de redenen waarom spullen niet noodzakelijk gelukkig maken. Iets anders is, soms denken wij, en ik denk dat ook wel eens, als ik me rot voel en ik ga weer cd'tjes kopen,
Soms denken wij dat spullen ons gelukkig maken en dan vergeten we even dat er heel veel andere dingen zijn in het leven die ons geluk bepalen. Ons geluk wordt bepaald vooral door de relaties die we met andere mensen hebben. Door onze vrienden, door onze kennissen, door onze familie. Dat is veel belangrijker als je kijkt naar waar mensen gelukkig van worden. Alleen materialisten, die mensen dus heel veel om spullen geven, die weten dat niet goed en die denken vooral dat hun geluk in die spullen te vinden is. En die kopen dan die spullen en merken weer dat ze niet gelukkig worden en zullen dan nog steeds meer spullen kopen. Doe dat dus niet, ga vooral met vriendjes spelen, spreek af naar school en doe wat leuks. Nou, dus hier iets anders. Wat wij doen, wij mensen, en jullie ook, is heel erg ons vergelijken met anderen. Dus je denkt dat, ja, nee, ik kijk vooral naar mezelf. Nee, we kijken ook heel erg naar anderen. Als mijn kinderen cadeautjes krijgen met Sinterklaas bijvoorbeeld, dan maken ze niet die cadeautjes open, maar dan zitten ze op de bank en dan pakken ze hun cadeautje, maar dan kijken ze bij hun broertjes en zusjes wat die krijgen voordat ze naar hun eigen cadeau kijken. Dat noemen we sociale vergelijking. Ik zie iemand moeilijk kijken, dat doe ik ook altijd als ik dat zie. Dan denk ik, kijk naar wat je hebt en kijk niet naar wat je niet hebt. Maar wij hebben als mensen heel erg de neiging om te kijken naar wat we niet hebben. Nou, hoe ziet dat eruit? We vergelijken ons met anderen, we kijken naar wat anderen hebben. En anderen kunnen beter af zijn dan onszelf, of slechter af zijn dan onszelf. Anderen kunnen betere dingen doen dan wij zelf, of kunnen slechtere dingen doen dan wij zelf. En nou weet ik dat sommige van jullie ouders meekijken in de andere zaal. Dit is vooral ook een plaatje eigenlijk voor de ouders. Er komt een moment in je leven dat je kinderen beter worden dan jezelf. Sommige ouders hebben het daar moeilijk mee. Maar ja, dat moeten ze maar gewoon laten gaan. Want het is juist goed als je kinderen beter worden. En het is ook belangrijk dat jullie realiseren, als je naar anderen kijkt, dat andere mensen het soms beter doen, omdat het helemaal niet erg is. Maar vaak vinden we dat vervelend als iemand anders wat beters heeft, of wat duurders heeft, of mooier speelgoed heeft. Dan zit je te kijken naar je buurman en dan blijkt dat je buurman eigenlijk een veel grotere iPod heeft met veel meer geheugen dan dat jij zelf hebt. iPod? Nou, misschien wel een iPad zelfs. Dan heb jij die lullige iPod en je buurman heeft een iPad. Heb jij die? Nee, nou, ik ook niet. Ik wilde heel graag eentje. Maar ik wacht nog even tot het 5 december is. Wie weet. Wat wij doen in onze relatie met spullen is wij kijken heel veel naar wat andere mensen hebben. En hoe blij wij zijn is daarvan afhankelijk. Als jij de eerste bent met een iPad bij jou in de klas, dan neem je hem misschien heel trots mee en dan laat je hem zien. En dat vind je heel erg leuk. En al die andere kinderen in jouw klas die vinden dat eigenlijk een beetje vervelend, vaak. En nou weten we uit onderzoek van Niels van der Ven, bij ons in de onderzoeksgroep, dat er eigenlijk twee dingen kunnen gebeuren als mensen dat zien, dat iemand anders wat heeft. Mensen kunnen afgunstig worden, die kunnen denken van, die iPad van jou, ik hoop dat je struikelt en dat die kapot gaat. Dat is één reactie, dat is niet de goede reactie. Een andere reactie is, ze kunnen denken, oh die iPad, die wil ik ook. Ik ga klusjes in huis doen voor mijn ouders en ik ga proberen om ze te vragen dat ze me dan geld betalen en dan kan ik gaan sparen voor die iPad. Dus die sociale vergelijking, die vergelijking met anderen, die kan leiden tot dat je wil dat die ander iets niet heeft of dat die anders iets wel heeft. Dat jij ook hetzelfde krijgt als die ander. Dus ik zeg, vergelijk je met anderen, maar gebruik dat vooral als bron van inspiratie om zelf beter te worden. Nou, wij weten dat wij ons vergelijken met anderen. En wij weten ook dat anderen ons vergelijken met ons. En wij weten soms dat er vervelende reacties uitkomen. Dus soms proberen mensen dat te vermijden. Soms proberen mensen te vermijden dat ze beter afsteken. En dat zie je soms dat kinderen in de klas geen vragen durven te beantwoorden, omdat ze bang zijn dat anderen ze misschien een nerd vinden. Ik denk dat is gewoon jaloezie. Maar daar ben je dan bang voor dat anderen jaloers zijn dat jullie misschien alles weten. Je ziet het ook met mensen met dure auto's. Je ziet hier achterop niet welk type auto dit is. En er zijn mensen die hebben een hele dure Audi of een hele dure Mercedes of een hele dure BMW. En die denken, oeh, die auto is zo duur. Dat vinden andere mensen vast niet leuk als ik die hele dure auto heb. Dus die bestellen daarbij extra, kost extra geld, een andere achterklep waarop dat type nummer niet staat. En op die manier kunnen ze ervoor zorgen dat anderen niet jaloers worden op wat ze hebben. Nou, dat kost extra geld, maar je ziet dat mensen dat doen. Dat doen ze ook. Mensen doen dat ook omdat ze weten als anderen zien dat zij iets beters hebben, dat ze daardoor minder aardig gevonden worden. Je ziet overigens ook dat sommige mensen die juist het goedkoopste type hebben van de Audi,
ook zo'n dure achterklep erbij kopen zonder tekentje. Omdat ze daarmee kunnen laten zien aan anderen. Hé, ik laat niet zien wat voor type auto ik heb. En dan hopen ze dat jij denkt dat het een hele dure auto is, terwijl het een hele goedkope auto is. Dus dit voorbeeld toont eigenlijk aan dat we er soms bij willen horen. En soms juist uniek willen zijn. En dat we soms daarvoor dezelfde strategieën gebruiken. Dus, en nou ga ik afronden voor jullie. Spullen die wij hebben, vertellen iets over wie wij zijn. Spullen vertellen iets over wie wij zijn. Wij kopen niet allemaal de goedkoopste en meest eenvoudige spullen. Nee, wij kopen spullen die op een of andere manier iets uitdrukken. Wij kopen een kleren van Nike en niet van de H&M. Omdat wij op een of andere manier denken dat we stoerder zijn als wij Nike spullen hebben. Of Adidas spullen of ik weet niet wat op dit moment de hippe merken zijn. Wij kunnen op die manier aan onszelf, maar ook aan anderen laten zien wie wij zijn. En het is misschien aardig als je kijkt naar kamers van vriendjes of van jezelf of van broertjes of zusjes. Sommige mensen hebben in hun kamer allemaal posters hangen. Sommige mensen hebben ook een poster op hun kamerdeur hangen. Zijn er mensen die hebben een poster op hun kamerdeur aan de buitenkant? Nou, dat is een heel aardig voorbeeld dat wij soms spullen hebben om iets aan anderen te laten zien. Want als we in onze kamer zitten met de deur dicht, dan kunnen we die poster helemaal niet zien. Dus die poster is vooral een signaal wat je ophangt om aan anderen te laten zien. Hé, deze band vind ik leuk, dit merk vind ik leuk of dit vind ik belangrijk, afhankelijk van wat er op die poster staat. En het is dus belangrijk om te realiseren dat wie jij bent, is voor een gedeelte te zien aan de spullen die je hebt. En als je een nieuw iemand tegenkomt, dan zul je dus vrij snel in de gaten hebben wat voor type persoon het is. Omdat je ziet aan de spullen die hij heeft, wat hij is. Is het een skater? Is het een alto? Is het een kakker? Is het een sportief type? Is het een rapper? Is het een nerd? Je kan het aan allerlei dingen zien. Spullen kunnen ons blij maken. Spullen kunnen ons verdrietig maken als we ze kopen om de verkeerde reden. Ik denk voor vandaag maar, je kan tegenwoordig alles worden met alle spullen die je hebt, maar ik blijf voorlopig wie ik ben. En ik wou jullie, voordat jullie dadelijk de zaal uitrennen, nog even eens de kans geven om vragen te stellen. Zijn er nog vragen? Ik zie hier een vinger. Ik moet even wachten tot de microfoon bij jou komt. Waar heb je die toga vandaan gehad? Waar heb ik die toga vandaan? De vraag is, die kan je kopen bij een toga-makerij. Kan jij ook kopen? Bel je ze op en dan komen ze opmeten en dan maken ze voor jou een toga. Ik zou het niet doen, want het is een heel raar stuk kledingstuk. En wat moet je ermee? Voor carnaval is het leuk, maar het is een duur pakje. Die mevrouw daar met die blauwe, ja. Heb je ook hobby's? Heb ik ook hobby's? Ja, ik heb heel veel hobby's. Ik speel gitaar en toevallig was ik gisteren nog in een winkel waar ze allerlei mooie gitaren hadden en had ik bijna een nieuwe gitaar gekocht. En toen dacht ik van ja, ik speel heel belabberd gitaar hoor. En toen dacht die gitaar die ik wou kopen, die was zo duur dat ik dacht, dit past gewoon niet bij hoe goed ik gitaar kan spelen. Dus ik vind ook, je spullen moeten op een of andere manier bij je passen. Zullen we hiervoor een vraag doen? Dat doe ik vooral ook om die mevrouw met die microfoon een beetje te laten lopen. Lukt dat? Hiervoor. De moeilijkste. Ik wou zeggen, die mevrouw met het grijze truitje, maar dat hebben ze allebei. Ja. Wat voor persoon ben jij dan? Wat voor persoon ben ik? Ja, dat is een goede vraag. Je zou bij mijn spullen moeten komen kijken thuis. Dan weet je wie ik ben. Wat voor spullen heb ik is dan zeg maar de goede tweede vraag. Ik heb een oude Renault stationcar van 10 jaar oud. Heb ik van mijn vader gekocht. Ik rij op een grote zwarte herenfiets met een geel bierkrat voorop. Ik heb een iPhone en een Apple computer. En ik hou van harde muziek. Ik denk dat heel goed omschrijft wie ik ben. Nee? Waarom is Bond zo chic dan?
Waarom is bont zo chic? Ja, zeg maar. Dat is een goede. De vraag is, waarom is bont zo chic? En dat is een goede vraag, want daar zijn de meningen over verdeeld. Sommige mensen vinden bont helemaal niet chic, omdat je daar beesten voor doodmaakt en alleen het velletje gebruikt. Maar ik denk dat bont vooral chic is, omdat de beestjes die ervoor gevangen moesten worden vroeger, daar moesten voor gejaagd worden. En je had misschien wel voor één bontjas 30 hermelijntjes nodig om die jas te maken. En dat was heel duur en heel schaars. En dingen die schaars zijn, die moeilijk te verkrijgen zijn, worden duur en worden een statussymbool. En worden dan vooral door dure mensen gekocht en daarmee worden ze chic. Doe die meneer hier vooraan maar, want die was zo lekker te kletsen tussendoor. Waarom heb je witte kleren aan? Want de meeste professoren hebben ook witte jassen en zo. Waarom heb ik geen witte jas aan? Ja, dat de toga van de Universiteit van Tilburg, en zoals van de meeste universiteiten, is een zwarte toga. Dus, en ik draag me gewoon zoals het hoort bij de rol die ik speel. Zullen we weer even aan deze kant? Die mevrouw daar met dat witte blouseje met die arm heel erg hoog in de lucht. Even wachten tot de microfoon er is. Heeft je huisdier ook iets te maken met zeg maar wie je bent? Heeft je huisdier iets te maken met wie je bent? Dat is ook een hele interessante vraag. Ja, en we weten ook allemaal dat mensen lijken op de honden die ze hebben. Daar is ook onderzoek naar gedaan. En dan denk je, dat kan toch niet? Dat kan toch niet dat als je een buldog koopt, dat je eruit gaat zien als een buldog? Dat klopt, dat kan niet. Maar wat gebeurt er? Er zijn twee dingen aan de hand. Eentje ervan is, mensen kiezen honden uit die lijken op zoals ze er zelf uitzien. En mensen geven hun hond ook vaak te eten op de manier zoals ze zelf eten. Dus mensen die heel veel zelf eten, geven hun hond vaak ook te eten. En dan zie je dus dat een dikke mens hebben vaak een dikke hond en dunne mensen hebben een dunne hond. En zo is het type huisdier wat je hebt. Ook een ander voorbeeld. Sommige mensen hebben slangen en vogelspinnen thuis. En dat doen ze ook, dat past vaak ook bij de type mensen. Die vinden het fijn om iets engs en koels en afstandelijks te hebben. Want dat geeft ook weer wie ze zijn. Wat dat betreft zijn dieren net spullen. Die mevrouw hier met dat grijsbruine t-shirtje en de witte mouwen. Ja. Geeft u altijd deze lessen op de leerlingen? Geef ik altijd deze lessen op de universiteit. Nou, dit is de kinderuniversiteit. De kinderuniversiteit is speciaal, wat jullie heel erg speciaal maakt. Wij doen dit hier elk jaar. Ik denk een jaar of vijf nu. Dit is het vijfde jaar. En dit is de derde keer dat ik het doe. En dit is de eerste keer dat ik praat over spulletjes. En andere keren heb ik gepraat over hoe je kiest en de emotie spijt. Want dat is ook iets waar wij onderzoek naar doen. En voor de rest geef ik natuurlijk ook les aan andere mensen, aan andere kinderen. Die zijn iets groter dan jullie. Die zijn tussen de 18 en de 28 gemiddeld. En daar zit ik soms in klassen van 400 kinderen. En soms in klassen met 20 kinderen. Dus dat is heel verschillend dan wat jullie doen. Die mevrouw hier kan misschien naar voren komen met het paarse truitje en die mooie staarten. Vlechten. Bestaan er ook standaard spullen waar helemaal niets aan af te lezen is? Bestaan er standaard spullen waar niks aan af te lezen is? Dat is ook weer een hele interessante vraag. Je zou kunnen zeggen van nou, bijvoorbeeld de HEMA maakt hele betaalbare, hele kwalitatief goede spullen waar weinig aan af te lezen is. Maar je ziet dat soms juist weer mensen kiezen voor standaard spullen om te laten zien aan anderen. Ik ben niet zo'n ingewikkeld persoon. Voor mij is dit ook goed genoeg, want ik ben van mezelf bijzonder en ik heb geen spullen nodig om dat te laten zien. Dus het antwoord is in eerste instantie, ja, die bestaan wel. Maar in tweede instantie, die worden dan soms ook weer door mensen gebruikt om te laten zien hoe ze in elkaar zitten. Dus er was, dat weten jullie misschien, van het weekend een grote protestmars in de Verenigde Staten. Van mensen die het niet eens zijn met de politiek. Omdat die zeggen dat juist de gewone, normale, redelijke mensen niet gehoord worden. Nou, zo kun je dat ook zien bij dit soort producten. Dat meisje hier, ja, met die blonde haartjes. Waarom heb je geen bijpassende schoenen aan? Waarom heb ik geen bijpassende schoenen aan? Nou, dat is... Kijk, bij de schoenen passen bij de broek, maar niet bij de toga. Volgende keer trek ik zwarte, nette zwarte schoenen aan, oké? Okay?
Die meneer op de bijna achterste rij. Met zijn hand heel hoog. Wat wilt u liever zijn? Chic of ouderwets? Wat wil ik liever zijn? Chic of ouderwets? Ja, ik weet niet. Ik vind chic. Ik vind ouderwets vind ik een beetje chic. Maar ik wil eigenlijk helemaal geen van beide zijn. Ik wil eigenlijk gewoon mezelf zijn. Maar ja, wat dat is, dat is moeilijk. Die meneer met dat groene shirtje daar vlak voor. Kunt u ook vertellen wat voor groep ik ben of zoiets? Kan ik vertellen waar jij bij hoort? Ja, dat is heel moeilijk. Ik zou je spullen moeten zien. Kan je even gaan staan? Ja, tegenwoordig hebben heel veel jongens hebben zo'n soort ding met een... wat heb je voor broek aan? Heb je zo'n broek waar je het kruislaag hangt? Die kan ik niet goed zien. Een zwarte. Gewoon een spijkerbroek. Ja, nou, ik vind het een hele moeilijke vraag. Je ziet eruit als mijn oudste zoon die heel veel skate. Die heeft ook zo van dat soort kleren aan en dan een spijkerbroek. Dus ik weet niet of jij ook van skaten houdt. Daar hou je niet van. Er is geen 100% match dat je altijd kan zien als iemand voor je staat hoe die eruit ziet. Maar ik denk, als ik in jouw kamer zou kunnen kijken en ik zie jouw spulletjes, dat ik wel kan vertellen wat jij leuk vindt en wat jij bezighoudt. Wat jou bezighoudt. Want als je bij mensen in de kamer thuis komt, dan zie je bijvoorbeeld een bureau met een computer met allemaal spelletjes ernaast liggen. Of je ziet allemaal sportspullen liggen. Of je ziet een gitaar. Of je ziet vooral heel veel muziek liggen. Dus de spullen die je hebt vertellen iets over wat jij leuk vindt en wat jij fijn vindt. Dan gaan we even naar de andere kant. Die mevrouw met het roze hoofddoekje. Bestaat er ook stemmingkleding? Zeg maar dat je aan je kleding kan zien hoe je je voelt. Bestaat er kleding waaraan je kan zien hoe mensen zich voelen? Nou, daar moet je iemand redelijk goed voor kennen. Want je zou kunnen denken dat mensen die heel veel zwart dragen, dat die heel chagrijnig zijn of misschien verdrietig. Maar dat hoeft niet, want sommige mensen vinden zwart heel erg mooi. Maar ik denk als je iemand kent en je weet hoe die zich normaal kleedt, dat je dan wel kan leren en kan zien aan de kleding hoe die zich voelt op het moment dat hij zich aankleedt. Maar we weten ook dat onze stemmingen, onze gevoelens over de dag variëren. Dus het kan best wel zijn dat je 's ochtends chagrijnig bent en daardoor misschien wat saaiere kleren aantrekt. En dat je 's middags gewoon vrolijk rondhuppelt. Dus je moet wel dicht zijn bij het moment waar iemand zich aangekleed heeft. Kun je die meneer hier met dat oranje keycord? Nee, ja. Nee, die meneer met het oranje ding om zijn nek, sorry. Daarna de meneer erboven. Kun je ook zien aan mensen wat ze eten, bij wat voor soort categorie ze horen? Kun je aan het eten van mensen zien bij wat voor soort categorie ze horen? Interessante vraag, ik weet niet of daar onderzoek naar is, maar eten laat ook zien, nou, er is wel onderzoek naar. We weten bijvoorbeeld dat mensen uit de lagere sociaal-economische klasse, mensen die wat minder geld hebben, dat die vaak minder groente eten, meer bij McDonald's eten en minder fruit eten. Dus, maar je kan ook nog voorstellen dat je bij mensen thuis kan kijken naar hoe ze eten maken en wat voor spullen ze in de keuken hebben. Dat je daar ook weer krijgt van, hé, dit is typisch iemand die daarvan houdt en die daar heel veel geld aan besteedt. Want ook door middel van koken of keukenspullen kun je een heel snobistisch imago laten zien. Je kan dan zien, ik weet heel veel van de Franse keuken, want ik heb hier bla 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 thuis staan. Doe die meneer daarboven mee, want die dacht dat hij net mocht. De meeste slimme mensen die dragen een bril, waarom is dat zo? De meeste slimme mensen dragen een bril, waarom is dat zo? Ik weet niet of dat waar is. Ik draag toevallig zelf ook een bril, dus ik vind het een mooi compliment, dankjewel. Maar ik zou niet weten of dat waar is. Ik weet wel dat er zijn tegenwoordig ook heel veel mensen met contactlenzen, dus het is heel moeilijk om te zien wie er een bril heeft. En je kan je ogen laseren. Nou is het vroeger wel zo geweest dat
slimmere mensen vaker een bril droegen. Maar dat had er ook mee te maken dat slimmere mensen meer geld verdienden. En een bril konden betalen. En vaak ook een baan hadden waarbij ze een bril nodig hadden. Dus heel veel moesten lezen. Maar tegenwoordig kan iedereen een bril betalen. Omdat je al hele goedkope brillen kan kopen. En omdat die vergoed worden door het ziekenfonds. Maar je kan denk ik wel weer zien aan het type bril wat iemand heeft. Wat voor mens het is. Als je een hele dure designerbril hebt die heel erg 2010 is. Dan, dan vind je dat belangrijk. Terwijl je ook heel goed gewoon, een bril kan heel lang mee. We doen nog 3 vragen. En die meisje gaat daar staan zelf. Die wil heel graag. Met die gestreepte... Ja. Wat vindt u het leukste van dit vak? Wat vind ik het leukste van het vak? Dat is een vraag die kan ik op 2 manieren beantwoorden. Wat vind ik het leukste aan professor zijn op een universiteit? Is dat ik kan onderzoeken wat ik wil. Wat ik denk dat interessant is, kan ik gaan onderzoeken. Dus als ik op een gegeven moment denk van, hey, die vraag over dat eten van die jongen, die was wel heel erg interessant. Dan kan ik dat gaan onderzoeken. En dan kan ik daar me mee bezighouden. En dan kan ik die vraag gaan beantwoorden. Dat vind ik echt heel erg leuk. Die vrijheid om zelf te kunnen onderzoeken wat ik wil. Wat ik heel erg leuk vind aan de economische psychologie, is dat het gaat over allerlei dingen van, die we allemaal meemaken in het dagelijks leven. De economische psychologie gaat er ook over waarom werkt de ene reclame wel en werkt de andere reclame niet? Of waarom zijn er in Nederland zo weinig mensen donorcodiciel, hebben een donorcodiciel, terwijl in heel veel andere landen dat wel hebben? Dus je kan allerlei dingen onderzoeken die gewoon waar iedereen mee te maken heeft. Nou, dat ik dat zelf kan onderzoeken vind ik leuk. En als laatste wat ik heel erg leuk vind, ik kan allerlei kinderen die wat ouder zijn dan jullie, kan ik lesgeven en dan kan ik vertellen hoe het vak in elkaar zit. Dat vind ik ook heel erg leuk. Ja, nou gaan er allemaal mensen staan, dus dat doen we even niet. Op de achterste rij zit een jongetje in het midden, met een beetje half lang haar, een grijs shirt en een wit shirt eronder. Die gaan we... Hoe oud ben je? Hoe oud ben jij? Jij bent 9, nou ik ben 42. Dan ben ik net zo oud als je vader. Nou, kijk eens aan. Die mevrouw daar met dat zwarte velours-jasje. Ja, is die zwart? Laatste vraag. Donkerblauw. Nou, als jij spullen koopt en kleren voor jezelf, daarvan vind jij dat ze goed bij je passen. Maar andere mensen die zeggen dan van, wat heb jij nou weer aan? En die vinden dat het niet goed bij je past. Maar waarom zou zij niet bij je vinden passen terwijl je het koopt, omdat je vindt dat het wel zo is? Hele goede laatste vraag. De vraag is, waarom zijn er kleren waarvan jij wel vindt dat ze bij je passen, terwijl andere mensen dat misschien niet vinden? Dat heeft te maken met je identiteit. Je beeld van hoe je zelf bent. En hoe jij zelf denkt over wie jij bent, is niet altijd hetzelfde als hoe anderen over jou denken. Soms denk jij, ik ben een hele vriendelijke, lieve, voorkomende, aardige persoon. Terwijl misschien iemand anders van jou denkt, ik vind dat maar een vervelende, agressieve, opvliegende meneer. Bij mij dan. Dus wat wij van onszelf denken, komt niet altijd overeen met wat anderen van ons denken. Dat komt ermee dat wij kennen onszelf veel beter dan dat anderen ons kennen. Maar dat komt ook omdat wij aan anderen maar een deel van onszelf laten zien. Wij laten niet alles aan onszelf zien. Wij vertellen niet aan de hele klas op wie wij verliefd zijn. We vertellen niet aan de hele klas welke muziek we leuk vinden als dat K3 blijkt te zijn. En jullie zitten nou allemaal in een klas waarin dat eigenlijk niet meer kan. Of wij vertellen niet aan anderen als we toevallig vallen op jongens en we zijn een jongen. Dan vertellen we dat vaak niet omdat we dat raar vinden. Dus anderen kennen ons minder goed dan dat wij onszelf kennen. Nou, dat was de laatste vraag. Er zijn nog heel veel vragen. Ik kan ze helaas niet allemaal beantwoorden. Want jullie moeten vanavond weer met eten thuis zijn. Ik dank jullie hartelijk voor jullie komst hier naartoe. En ik wens jullie veel plezier de komende weken. Dankjewel.